Ja, ik zeg niet per definitie dat je hier bij doel moet komen, want je moet er alleen komen als het echt intrinsiek komt. Dus ik bedoel, ik hoef je niet over de streep te trekken. Maar als je echt een leereffect wil behalen en dat je denkt van nou, ik wil er echt achter komen wie ik ben als ondernemer en of dat het ondernemerschap wat voor mij is, dan zou ik zeggen, ga niet voor direct alleen voor de theorie, maar pak ook de praktijk erbij en kom dan naar doen. Ik denk dat doel een enorme uitdaging is, die als je hem durft, dat je hem aan moet nemen en hiervoor 200% in moet zetten om te kijken van wie ben ik, wil ik ondernemer worden, wat voor ondernemer wil ik eigenlijk worden en hier samen met een team gewoon een fantastische tijd hebben. In ieder geval wil ik iets doen wat voor mijzelf, waar ik me prettig bij voel, dat ik kan doen wat ik elders niet kan bereiken, allemaal dingen samenvoegen en mijn eigen baan creëren, want die ligt niet voor het oprapen. Ik denk dat die nergens te vinden is, behalve als ik hem zelf maak. Kan Doe Arnhem echt aan alle studenten van de minor ondernemen en innovatie en ondernemerschap aanraden? Omdat ik denk dat je in een half jaar en jezelf leert kennen en leert hoe je moet ondernemen. Dat houdt dus in dat je ook echt een paar keer goed onderuit gaat, maar ja, dat hoort er nou helemaal bij. Ik denk dat je dan na dat half jaar een goede bagage hebt om echt als ondernemer de markt op te gaan voor jezelf, hoe je het ook wil. En ook echt, dat je er ook echt achter staat om iets te gaan doen wat je zelf leuk vindt. En ondernemen is gewoon doen. Dus als je ondernemersbloed in je hebt, gewoon doen, werken bij het doel. En ja, het is gewoon, je wordt er zoveel slimmer van, je leert er zoveel van, je hebt collega's met wie je gewoon problemen moet oplossen en ja, je moet gewoon echt ondernemen in een half jaar en dat zorgt voor leuke en soms minder leuke situaties, maar je leert gewoon van en als je eenmaal klaar bent, kom je er veel sterker uit. Je bent gewoon ervaring rijker als je hier weg gaat, denk ik. Je haalt de grenzen haal je ergens uit, je zet geen vast afgestippeld pad zet je ergens voor en je gaat het gewoon doen, dus je kan je uitleven en je kan jezelf helemaal ontdekken en je leert echt jezelf kennen in deze minor. En daarom zou je eigenlijk doen moeten doen. Ja, die gaat sowieso open. Want ik bedoel, wat we hier samen hebben gedaan, dat is nu al. Ik bedoel, we zitten eigenlijk denk ik gewoon in een flow, want het loopt gewoon lekker door en we zijn nog steeds aan het bijsturen en alles. Maar volgens mij gaat het gewoon heel goed en is het niet afhankelijk, de champagne niet afhankelijk van direct van nou zoveel winst halen we binnen. Dat zal misschien wel bij Chris zo zijn. Dat kan misschien wel dat hij de financiële belangen natuurlijk helemaal voor ogen heeft vanuit zijn functie. Nee, dat is gewoon zo denk ik. Maar ik denk dat die champagne sowieso losgaat. Omdat wat we als groep hebben gedaan en wat we individueel hebben geleerd, dat enorm is.